Onder de noemer Red een Kind wordt op zaterdag 1 september een bijzondere muzikale avond gehouden in de Grauwe Hengst. Diverse muzikanten uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam treden op om geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengst van deze avond gaat namelijk naar de Powermama's van Zuid-Afrika. Zij zetten zich lokaal in om Zuid-Afrikaanse kinderen die in ernstige armoede leven te laten opgroeien onder de vleugels van een mama. Roy Hardin is in de studio aanwezig om ons meer te vertellen over deze muzikale avond in de Grauwe Hengst. Roy, Red een Kind. Op je Facebook zeg je van het heeft mij gepakt. Ja, dat klopt. Wat precies? Nou, ik zat op de bank te eten en toen zag ik de Powermama's voorbij komen. Toen dacht ik, nou ja, ik zit net te eten. Zette ik het weg. Heb ik het weggezet. Na verder gaan eten dacht ik bij mij, je bent eigenlijk te laf om het af te zien. En het heeft me toen gepakt en me niet meer losgelaten. En ik speel in een theaterbandje. 2 dagen daarna hadden we optreden. En toen vertelde ik, jongens, ik zit ergens mee. Toen zeiden ze van, goh, wat wil je ermee? Ik zei, nou, ik wil een benefit concert organiseren. En ja, dat kon, maar dat kon ook in de theater. Maar ja, ik ben een niet geboren, maar getogen Schiedammer. Ja. En ik wilde het hier hebben. Ik zei, gewoon in Schiedam. Ja. En toen zei hij van, nou, we gaan je daarin ondersteunen. Nou, doe je ding. Ja. En zo is het gekomen en ik dacht, nou. Daar zijn vrienden voor, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar waarom liet het je niet los? Wat was nou dat schrikken? Want je ziet om de 5 minuten zie je natuurlijk wel allemaal ellende. Maar waarom nou? Omdat ik vind dat je, als je de kinderen daar redt, tussen aanhalingstekens. Maar als je ze daar kunt houden en daar kunt ondersteunen. Dan die kinderen zijn de bouwstenen van de maatschappij. Ja. Dus als je die een opleiding kunnen krijgen, wat dan ook. Dan gaat het beter aan die kant. Ja, ja, ellende is groot daar. Hè? Ja. Ik bedoel, je denkt dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar alle druppels bij elkaar maken ook. Ook door 1 druppel is een kind gemaakt. Ja. Ja. Zo kan je het ook zien, ja. Zo zie ik het ook. Maar goed, dat hoor ik ook wel eens van mensen zeggen van, joh, het is een druppel op een gloeiende plaat. Ik zeg, ja, maar als er maar genoeg druppels komen, dan gaat er ooit wat gebeuren. Ja. Ja, en toen kwam je met het idee, zo van, nou, ik ga een concert geven in de Grauwe Hengst. Ja. Dus je moest even met Tilly aan de gang. Hoe ging dat? Nou, dat ging hartstikke goed. Willy vond het idee al op de eerste, gelijk al van, goh, welkom. Oké. Ja, dus in die zin had ik niet veel hoeven te lobbyen. Ik kreeg gelijk de mogelijkheid om het daar te doen. Ja. En ja, maar waarom de Grauwe Hengst? De Grauwe Hengst, ja, de Grauwe Hengst. Het is eigenlijk een soort van historie in Schiedam. Ja. Het bestaat al 40 jaar. Ja. En ik ben daar een hele poosje niet meer geweest. En ik denk dat ik een jaar of 10 terug langs ben geweest. En het is niet veel veranderd. Nee, het is allemaal hetzelfde daar. Het is hetzelfde gebleven. Ja, ja. Dus, maar het is ook een leuke stek en een leuke plek. Ja. Je komt nog eens ergens, jij, want de Grauwe Hengst, daar speel je. Jazzpodium Waterweg heb je gespeeld. Ibird. Het zijn allemaal mooie namen. Ja, dat wel. Maar, toch de Grauwe Hengst. Ja, ja. Maar wat ik vind, het gaat niet om mij. Het gaat om de kids. Ja, ja. En het gaat dan ook gekoppeld aan muzikanten. En ik wil eigenlijk muzikanten vanuit Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam wil ik in Schiedam krijgen. En om hier wat mee te doen. Ja. Het wordt een avondje rock and roll? Of? Het wordt rock and roll, het wordt blues, het wordt van alles wordt het. Soul, funk, alles wordt het. En treden alle bands gratis op? Of hoe moet ik het zeggen? Alle, belangeloos, alles is gratis. Alles belangeloos? Ja. Nou, de inloop is begint om 8 uur. Tot 10 uur is de inloop. En dan hebben we een voorprogramma. In het voorprogramma komen allemaal muzikanten die of samen iets willen doen, akoestisch gedeelte. Beetje jammen? Nee, een soort van jammen. Maar jongens hebben hun eigen nummers ingestudeerd, dus die willen wat laten zien. Dus dat kan. Dus tussen 8 en 10 hebben we inloop. Dan is het eigenlijk solistisch spelen of met iemand samen of wat dan ook. Het is vrij. 10 uur begint het programma. Dan starten we met Outfit, dat is het theaterbandje.
Ja. Nou, de jongste is 24 en de oudste is 82. Kijk eens aan. Ja. Breed publiek bespelen jullie. En we gaan niet de theatervoorstelling helemaal doen. We gaan het muzikale gedeelte doen. Daarna komt Jesse James. Dat is een bandje met driemans formatie. En daarna wordt het een vorm van open jam sessie. Oké. Okay. Ja. En dan gaan we ter plaatse kijken van muzikanten bij elkaar koppelen en... We gaan een feestje van maken. Ja. Het gaat om het kind en zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ja, je bent natuurlijk een uitstekende muzikant, maar dan nog dit soort dingen organiseren, dat is een heel ander verhaal. Nou, dat is een andere tak van sport. Ik ben er ook achter gekomen dat ik zowel met muziek constant aan het leren ben en nog steeds. Ik ben nooit blijf aan de gang. Ja. En ik heb wel van alle kanten steun gehad van mensen. Okay. Dat moet goed gevoel, die de organisatie, dat heb ik aan het lijf mogen ondervinden. Ja, ja, want je belt... Met behulp van de anderen is het toch goed gekomen. Ja, want je belt de organisatie en zegt van ik wil een corsette organiseren dat allemaal te goede komt bij het kinderfonds Mama's. Hoe reageerden zij? Vonden ze dan... Nou, ze vonden het een mooi idee, maar ik kon het ook daar. Ja, ja, maar dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar we hebben natuurlijk wel in Schiedam blijven. Nee, we blijven in Schiedam. Ja, precies. Ja, ze vonden het een prachtig idee. Ja. Ja, iedereen stond gelijk achter. Okay. Alle muzikanten, alle organisatie ook, dus... Ik heb weinig mensen moeten trekken om te zeggen, doe mee. Ja. Ieder staat de meeste mensen staan er open voor. Ja, nou moet je gewoon goed doen. 1 september? 1 september, ja. Gauw op een zaterdag. Op een zaterdag, ja. Perfect. Entree is €5, zeg maar. €5, dit is het. Het is gelijk een kaartje. En een entree kaartje. Overal waar men deze poster ziet, kunnen ze naar binnen en dan kunnen ze een kaartje kopen. Oké. Okay. Kost €5. Ze mogen het contant betalen of ze mogen het ook storten. Hierachter staat er een... ING-nummer. Ja. En dan is het, gaat het gelijk naar die stichting? Zit niemand tussen? Nee. Helemaal goed. Ik denk dat het een mooi concert wordt. Het is altijd vrij warm daar binnen. Ook, dus het wordt een steaming concert. Ja. Als ik een respons hoor van de mensen, denk ik, ja, dat gaat wel een feestje worden. Ja. Dat gaat wel een feestje worden. Maar er komt ook nog iemand die ter plaatse inspiratie gaat doen en gaat schilderen. Aan het einde van het programma gaan we die veilen. Oh, okay. Ter plaatse veilen. Okay, dus het is meer dan alleen maar muziek. Ja, en dan komt er nog iemand anders die zegt, Joro, ik maak iets van kunst, van tandwielen, een microfoonstander. En die gaan we ook veilen. En alles gaat naar... Oké, dus als ze als kunstenaars zijn die zeggen van ik heb een leuk idee, ik heb iets wat misschien... ik kijk even naar Jacques, maar die is net weg. Ja. Maar mijn telefoonnummer staat er ook achter. Dus de mensen kunnen is het jouw telefoonnummer? Dat is mijn telefoonnummer. Jacques, dan weet hij dat. Ja. En dan, dat zou natuurlijk leuk zijn, hè? Ja, met z'n allen, absoluut. Als Schiedammers zijnde. Ja. Een mooi doel. Helemaal goed. Ja, 1 september. Hoe laat begint het? 8 uur is het. 8 uur? Ja. Mooie tijd. Tot diep in de nacht waarschijnlijk. Tot diep in de nacht, ja. Het wordt een hele onrustige nacht. Nou, toch een gezellige nacht. Een gezellige nacht. Roy, dankjewel. Graag gedaan. En ik hoop dat het een succes wordt. En bedankt dat ik hier gebruik van mag maken. Altijd. Ja.